Hoofdstuk 1. Politiek en staat. Een staat. Een staat is eigenlijk een andere naam voor een land. We spreken van een staat als het voldoet aan drie kenmerken. Er is sprake van een eigen grondgebied. Er is een bevolking. En er is een overheid aanwezig. Kijk even naar twee voorbeelden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Antarctica, dan kun je zeggen dat er sprake is van een eigen grondgebied. Echter, op Antarctica is geen eigen bevolking en er is ook geen overheid. Antarctica is dus geen staat. Tweede voorbeeld, Vaticaanstad. Vaticaanstad heeft een eigen grondgebied. Daarnaast heeft Vaticaanstad ook een eigen bevolking en een eigen overheid. Vaticaanstad is dus wel een staat. Ook al ligt het midden in Rome in een andere staat, namelijk Italië. Rechtsstaat tegen dictatuur. Als je kijkt naar verschillen tussen rechtsstaat en dictatuur, zijn er een aantal opvallende kenmerken. Ten eerste zie je dat je in een rechtsstaat je grondrechten worden gewaarborgd, terwijl in een dictatuur je eigenlijk kunt spreken dat er helemaal geen grondrechten zijn. In een rechtsstaat is er een gekozen parlement. In een dictatuur is er vaak één leider of een kleine groep, heeft alle macht in handen. Een groot verschil zit in de rol van het leger. In de rechtsstaat wordt het leger vooral ingezet voor defensie of voor humanitaire missies, terwijl in een dictatuur het leger ook vaak wordt ingezet om de bevolking te onderdrukken. En tenslotte zie je dat in een rechtsstaat er vrijheid van pers is. Je mag dus ook negatief schrijven over de regering, terwijl dat in de dictatuur niet mogelijk is doordat er censuur gepleegd wordt. En wat dan aan berichtgeving doorkomt, is vaak voorzien van propaganda. Dat betekent dat het verhaal niet helemaal waar is en verdraaid is naar de waarheid die de regering graag ziet. Bekende dictaturen in de wereld op dit moment zijn Cuba, Iran, Noord-Korea en China. Politiek. Wat is nu eigenlijk politiek? Je kunt zeggen dat politiek het opstellen van regels is die te maken hebben met het besturen van een land. Als je een land gaat besturen, moet je er wel aan denken dat je keuzes maakt in het algemeen belang van Nederland. Dat betekent dat de meeste burgers er voordeel bij moeten hebben. Politici vertegenwoordigen dus de bevolking en nemen voor in de besluiten. Dit noem je ook wel indirecte democratie. We kennen in Nederland 5 politieke niveaus. Het eerste niveau is natuurlijk de landelijke overheid, ook wel de Rijksoverheid genoemd. Het tweede niveau is de provincie, zoals de provincie Overijssel en de provincie Drenthe. Het derde niveau is de gemeente, zoals bijvoorbeeld de gemeente Meppel of de gemeente Amsterdam. Het vierde niveau zijn de waterschappen, die zorgen voor de waterhuishouding in Nederland. En aangezien Nederland heel veel water heeft, is het erg belangrijk dat er goed met het water wordt omgesprongen. En het vijfde niveau wordt steeds belangrijker. Het vijfde niveau is Europa. Omdat Europa als geheel steeds meer van elkaar afhankelijk is.